Hebben we hier een Scraggy, een Scraggy. Ja, hij kijkt heel erg boos. Hij heeft het niet naar zijn zin en zijn broek is weer eens afgezakt. What up YouTube, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rikatu en vandaag laat ik jullie alle kaarten en alle speeltjes zien die je de afgelopen weken bij de McDonald's kon krijgen. Als jullie mijn kanaal al wat langer in de gaten houden, hebben jullie deze vlog al kunnen zien. Vlog live. Daar zijn ze. Mijn favoriet, de Shiny Magic Carp, jongens. En nu heb ik honger. En als je hem nog niet gezien hebt en je wil hem wel zien, klik dan even op de infokaart hierboven. Klik dan even op de infokaart hierboven. Tijd om de kaarten te gaan laten zien. Let's go! Dit zijn dus alle speeltjes die je de afgelopen weken kon krijgen bij de McDonald's. Er zijn er 16 in totaal en er zijn maar 12 Pokémon kaarten. Dat houdt dus in dat er niet van elke Pokémon waarvan een speeltje is gemaakt ook een kaart is gemaakt. Het is wel grappig. Ze kunnen allemaal wat anders. Bijvoorbeeld dit is een soort van Bubblehead, die Torchic die je hier ziet. Fennekin kan ook zijn koppie draaien. Squirtle is ook wel grappig. Squirtle, onze vriend hier zo, is een waterpistool. Dus daar kan je water mee schieten. Magikarp vind ik trouwens heel tof. Die, ja, wat doet die? Oh ja, die kan ze dus rug vinden heen en weer laten staan als je aan dit wieltje hieronder draait. Nou ja. En zo kunnen ze allemaal wat. Scraggy bijvoorbeeld, die kan zo in zijn schulpje en weer eruit. Bom, allemaal hartstikke leuk. Maar het gaat natuurlijk om de Pokémon kaarten. En die ga ik nu aan jullie laten zien. Ik zei net al dat er 12 kaarten waren. Dat kan je hier rechtsonder zien. Hoppakee, nummer 1 van de 12. En een speciaal symbooltje. Het lijkt een beetje op een M, maar het is niet helemaal die M van McDonald's. En nummer 1 is dus een Vulpix. Vulpix vind ik altijd wel leuk. Deze kaarten zijn niet echt super goed volgens mij. Ik zie hier 60 HP, niet zulke hele bijzondere aanvallen, maar het zijn echt collectors items. En je ziet dus, ze glinsteren allemaal heel erg mooi. Dat is bij elke kaart zo. Zie je, bij deze Torchic is dat ook het geval. Die is ook 60 HP. Hij heeft een Ember Attack van 20. Nou ja, allemaal hartstikke leuk. De volgende kaart is een Fennekin, ook weer heel erg nice. En het was best wel moeilijk trouwens om al deze kaarten te krijgen. Omdat de kaarten random bij een Pokémon zaten, bij een speeltje zaten. Die had niet gegarandeerd altijd de goede kaart. Dus dat was een beetje, ja, daar gaat best wel wat tijd en misschien ook wel wat geld in zitten. Dat is een beetje jammer. We hebben Magikarp. Ik vind het heel jammer dat het geen Shiny Magikarp is natuurlijk. Want ik vind dit speeltje van die Shiny Magikarp echt super awesome. Ja, goed, 30 HP. Epic Splash heeft hij wel. Wel een Epic Splash, dat dan weer wel. Dan de volgende kaart die we hebben is een Totodile en alle kaarten glimmen dus mooi. Totodile is een toffe starter natuurlijk. Hij heeft Fury Strikes, niet Fury Swipes, maar Strikes, oké. Okay. Ook weer 60 HP, zijn ze allemaal 60 HP. Het zou best wel eens kunnen hoor. Hier een hele toffe Pikachu kaart. Deze heb ik een paar keer dubbel, dus misschien als er ooit weer een meeting komt, kunnen we deze wel ruilen als je die graag wilt hebben. Dan hebben we hier een Scraggy. Een Scraggy kijkt heel erg boos. Hij heeft een Corkscrew Punch. Corkscrew Punch. Ja, hij kijkt heel erg boos. Hij heeft het niet naar zijn zin en zijn broek is weer eens afgezakt. En de volgende kaart is een Jigglypuff. En Jigglypuff zingt dit keer voor een bloem. Niet voor een microfoon, maar voor een bloem. Allemaal 60 HP tot nu toe. En dan hebben we een Togepi natuurlijk. Togepi speeltje is ook heel erg leuk. Kijk maar, super grappig. Die kan balanceren volgens mij ofzo. Ja, die kan je zo ronddraaien. Hop, zie je het op de achtergrond? Die kan je ronddraaien en dan blijft hij alsnog op zijn kont staan. Volgende is een Dedenny. Oh, die heeft 70 HP. Oh, en de Togepi natuurlijk 40. En Magikarp zagen we net al 30. 70 HP? Volgens mij is dit dan de sterkste qua HP. Hij heeft ook een 60 aanval, jongens. Deze Dedenny kaart. Volgens mij, ja, nog wel aardig. Dan hebben we een Meowth. Ook 60 HP. Act tough heeft hij. En ik vind die glinsters op deze kaart vind ik heel tof. Die zijn net even wat anders dan op de normale kaarten. En dan hebben we de laatste kaart alweer. En dat is een Eevee. Die heeft een tackle en een launch attack. 60 HP. En dat zijn dus de kaarten uit de McDonald's actie van de afgelopen weken. Nou ben ik natuurlijk heel erg benieuwd welke speeltjes jullie hebben en welke jullie het tof vinden. Misschien wel een Snivy of een Piplup. Ik weet het allemaal niet. Ik vind in ieder geval de Shiny Magikarp het tofste. Laat ook even weten welke kaart je hebt en welke je heel graag zou willen hebben. Want welke heb je nou gemist? Want ik weet wel, het was heel erg moeilijk om aan alle speeltjes te komen. En ja, dat was hem dan weer. Doe een blauw duimpje omhoog voor deze Pokémon video's. Abonneer op mijn kanaal als je meer wilt zien. En dan zie ik jullie later.
Mazzel!